Ik heet Frank Paulet. Ik heet zo al 53 jaar en ik hoop dat dat nog lang mag duren. Want ik heb nog veel werk, ik heb nog wat boeken te schrijven. In een vorig leven was ik leraar Nederlands aan een middelbare school. En nu ik een middelbare leeftijd bereikt heb, ben ik een zelfstandig auteur die leeft van de pen, zeg maar. Hè. En van het gaan vertellen over die boeken. Ik schrijf meestal fictie voor pakweg 10, 12-jarigen. Maar mijn laatste boek is non-fictie voor diezelfde doelgroep.